Welke voordelen biedt micerdosing Chocolisse? Nou, ten eerste is het al fijn als je even dit vergelijkt met bijvoorbeeld Maaikadosing Truffels, is dat het uh, een goede smaak heeft. Het is precies afgewogen op de juiste hoeveelheid dosering die jij wilt nemen per dag. En ja, ik hou heel erg van deze spirit. Want mijn favoriete zijn is toch wel ayahuasca. En de plant zit in de Micendozing chocobliss verwerkt. Het hoogst bestanddeel is. Ceremoniële cacao, dus niet de cacao die je vindt in de supermarkt, zeg maar, maar echt de ceremoniële cacao, die ook een spirit heeft. En ze noemen dit ook wel Gift of God. Dus het is echt een cadeautje. Daarbij heb je zo'n dus ook zo wat dus heel veel effect heeft op je hersenen, en dat het ook nieuwe patronen maakt in jouw neurobrein. En als nieuwe patronen worden aangemaakt in jouw neurobrein, kun je dus ook nieuwe overtuigingen krijgen nieuwe gewoontes. En soms heb je wel eens ongezonde gewoontes. Dat kun je ook denken echt letterlijk aan voeding. Maar ook in gedrag. En het helpt als je microdosing doet... om dat geleidelijk aan te veranderen. Dus een, er vindt een geleidelijke verandering plaats. En het kun je zien... maar Nu heeft dat een heel mooi metafoor daarvoor. Zeg maar... als je gaat microdosen... dan is er een wilde natuur. En door, doordat dus de... psilocybine ook daarin zit... Of, de psychedelica, worden er nieuwe paden, nieuwe verbindingen in je brein aangemaakt. Dat is eerst een olifant die door het wild loopt. Maar doordat die daar dus steeds overheen loopt op het paadje... wordt het steeds een drukkere weg. En uiteindelijk is die verbinding zo sterk gemaakt... waardoor je dus echt werkelijk nieuwe overtuigingen of nieuwe gewoontes kunt ontwikkelen. En ook, ik vertelde in mijn vorige video al over het brein dat daar ook... En ik ga toch weer even speak hoor. Het default mode network is. En als je depressief bent, is het dus overactief. En dit brengt rust daarin. En door rust te hebben, krijg je ook ja, meer dus creativiteit, inspiratie, een betere moed. Dus een groot voordeel is dat je ook uh, ja, meer oplossingsgericht gaat denken, dat triggers worden weggehaald en dat je dus werkelijk een blijvend resultaat kunt bewerkstelligen door dit een langere periode te doen. Want zoals ik zeg, eerst een olifantenpad, zeg maar, er gebeurt één keer iemand over het paadje heen, maar door dus vaker een microdosering te nemen, wordt een nieuwe verbinding... ...verbindingen versterkt en daardoor ga je echt dus een transformatie door. Ik ga nog even in op de spirits, dus ceremonia cacao, ayahuasca, de kapieplant zit erin... ...en die heeft de kwaliteit om je ook heel erg in het hier en nu te brengen. En dat is ook een, ja, als je in het hier en nu bent, is eigenlijk alles goed. Daarbij hebben we hier een ingrediënt toegevoegd. En dit is om het medicijn sneller te laten werken. Want je neemt natuurlijk een microdosering, een kleine dosering. En daar hebben we citric fruits toegevoegd. En daardoor wordt het sneller opgenomen in je lichaam. Waardoor je dus eerder profijt hebt van het medicijn. En je gaat dit waarschijnlijk in de ochtend nemen, maar het is een persoonlijk proces. Maar over het algemeen, als je gaat microdoseren, doe je het aan het begin van de dag. En kun je dus gedurende jouw dag, wanneer je normaal functioneert, voordelen ervaren als dus beter voelen, meer focus, meer creativiteit, inspiratie, oplossingsgericht denken en nog veel meer. Het is echt een persoonlijke reis die jij met jezelf mag aangaan. En ik ben heel blij om jou een stukje begeleiding hierin te geven. In de volgende video ga ik namelijk mijn eigen ervaring delen met microdosing chocobliss. Ik hoop je daar te zien.